Mijn naam is Tiane Wilhelm, directeur van de Musea Zutphen, het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak. Als musea werken wij vanuit de overtuiging dat kennis en waardering voor geschiedenis, voor cultuurhistorie en voor kunst essentieel zijn voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wat wij willen bewerkstelligen is dat mensen beter kijken naar kunst, maar ook beter kijken naar zichzelf. En naar elkaar en naar hun omgeving. Want we willen leren daarvan. We willen leren van geschiedenis. Om niet gedoemd te zijn de geschiedenis te herhalen. En er zijn bepaalde passages in de geschiedenis waarvan we zeggen: nooit meer. Nooit meer oorlog. Nooit meer vooroordelen die anderen beschadigen. En het woord is daarin vaak misschien nog wel erger dan het zwaard. Succes wordt afgemeten aan de offers die je ervoor moet brengen. Hetzelfde kan je zeggen van vrijheid. Daar worden offers voor gebracht. En respect kan beschouwd worden als de broer van vrijheid. Want zonder respect geen vrijheid. Het zou zo moeten zijn dat jouw vrijheid net zo belangrijk voor mij is als mijn vrijheid die is voor jou. We moeten leren van elkaar. En we moeten leren van de geschiedenis. Een bekende Nederlandse diplomaat die lang in Syrië heeft gewerkt, noemde eens als de belangrijkste levensles die zij aan haar kinderen doorgaf: je mag alles, maar je mag jezelf geen pijn doen, je mag een ander geen pijn doen en je mag niks moedwillig kapot maken. Als wij zo zouden kunnen leven, dan hebben we vrijheid. En dan hoeven wij een tentoonstelling als Verhalen van Vrijheid niet meer te maken. Maar zover is het helaas nog niet. Dus ik wens u veel inspiratie bij het kijken naar deze tentoonstelling. En bepaal voor uzelf wat vrijheid voor u is en wat die waard is voor u. Voor u en voor anderen. Want samen zijn wij de wereld. جان مریم چشماتو وا کن منو صدا کن شد حواس پید در اومد خورشید وقت اون رسید که بریم به صحرا جان مریم چشماتو وا کن منو صدا کن بشیم روونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون روزا وای نازنین مریم
پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندم رو، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنینه مریم، نازنینه مریم، 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 وای نازنینه مریم، وای نازنینه مریم، وای نازنینه مریم. Dertien jaar was ik toen we werden bevrijd van de Duitse overheerser in 1945, toen we onze vrijheid terugkregen. We zitten nu met het coronaprobleem en soms wordt die tijd vergeleken met die van de oorlog. Nou, als je dat doet, dan is het verschil wel heel groot. Neem bijvoorbeeld het verschil in overheid. Toen hadden we een overheid die onze rechten als burger met voeten trad, die zich niet aan de wet hield. En nu hebben we een overheid, en je kunt het met ze eens zijn of niet, maar ze proberen toch om ons zoveel mogelijk te vrijwaren van dat virus. Het is zo'n kwetsbaar begrip, vrijheid. Naarmate ik ouder werd, heb ik er meer over nagedacht en ook begrepen hoe moeilijk het is om vrijheid zijn goede betekenis te geven. Want vrijheid heeft natuurlijk heel weinig te maken met lekker doen wat je wilt. Als je het zo opvat, dan tast je onmiddellijk de vrijheid van anderen aan. En dat is niet de bedoeling. Montesquieu zei al honderden jaren geleden: je bent vrij als je kunt doen wat je moet doen. Als je niet wordt gedwongen om immorele zijpaden in te slaan. Als je je geweten kunt volgen. Als je kunt doen wat je moet doen. Ik ben hoe langer hoe meer tot de conclusie gekomen dat het allermooiste symbool van vrijheid is misschien wel, hoe gek het ook klinkt, in een democratische rechtsstaat de wet. De wet die democratisch tot stand is gekomen, waarin we afspreken met elkaar. Dat doen we wel en dat doen we niet. Ik zag eens in Amerika een park, een groen grasveld. En waar er bij ons misschien zou hebben gestaan verboden zich op het gras te bevinden, stond daar: we gaan niet op het gras, it's the law. Het is de wet. Dat hebben we met elkaar afgesproken. De Joden die hebben zelfs een feestdag daaraan gewijd, Simchat Torah, de vreugde van de wet. Dit doen we wel, dat doen we niet en dat hebben we met elkaar afgesproken. Vrijheid. Begrip met een onvoorstelbare wijsheid, een woord waar het leven spontaan van openbloeit. Onbereikbare verten worden door vrijheid ontsloten. Kale, woeste woestijnen zijn ineens te ontginnen. Het is of door vrijheid alles de hemel ingroeit. Vrijheid, zo hoog op ieders verlanglijst, als je ontbreekt, wat is het leven dan schraal? Iedere nieuwe gedachte gevangen binnen je schedel, iedere zin die je uitspreekt verhult in een hypocriet jasje, diep door de knieën, in houding, in mening, in taal. Vrijheid, je laat op onze fragiele schouders ook een grote verantwoordelijkheid. Als we je kwetsbare plekje niet hardnekkig verdedigen, als we de mogelijkheden die je schenkt niet waarderen, keer je ons zomaar de rug toe. En zijn we je kwijt. Amen.
Vrijheid. De stem gesnoerd. Mening, geloof, liefde of kunst. Bij wet verboden. Als regels beknotten, je niet wordt gehoord. Als je zijn wie je bent met de dood moet bekopen. En keuzes niet de jouwe zijn. Adem stokt. Het hart bloedt. Aan huis gekluisterd door een virus vinden wij heel wat. Wees gewaarschuwd, het is een luxe, een voorrecht. Je hebt een huis en zoveel meer. Voel de rijkdom, vier de vrijheid, vlieg je goddelijke leven in. Vele mensen dromen slechts van achter tralies. Van een dag waarop het tij zich keert. Die dag waarop ook zij zullen zingen, vieren, vliegen, hun hart achterna.